De meeste vrouwen hebben er uren voor over om zo mooi mogelijk voor de dag te kunnen komen. Kappers kunnen daarover meepraten. De talloze bewerkingen die de hoofden moeten ondergaan vergen veel tijd en geduld. Maar de dames vinden dat heel gewoon. Minder gewoon, maar veel vlugger, gaat een Rotterdamse kapper te werk met een nieuwe kniptechniek, de Coupe 61, waarbij om te beginnen de lange lokken radicaal gecoupeerd worden. In de plaats van de gebruikelijke manier van watergolven en het drogen onder een benauwde kap, is nu de Airwave-methode gekomen, waarbij de kapper met een speciale tang de slagen inlegt. De coiffeur wrijft hierna het haar in met een vloeistof waarvan hij de formule niet bekend wil maken. Met kam en borstel wordt het haar tenslotte opgemaakt. Het resultaat, Coupe 61, doet het zelfs in 1960 al bijzonder goed. Van hoger hand liet men de kapsels vervolgens een douche ondergaan om te bewijzen dat ze tegen regen bestand zijn. De kopjes werden grondig afgedroogd, zonder dat hierdoor de fraaie lijn werd gebroken. Coupe 61 wordt behalve door originaliteit en charme gekenmerkt door grote houdbaarheid. Rotterdam heeft wederom de kop genomen met een nieuwe en moderne stijl.